DJI lanceert vandaag het kleine broertje van de DJI Mini 3 Pro, namelijk de DJI Mini 3. Vandaag is de DJI Mini 3 uitgekomen en dat is letterlijk het kleine broertje van de Mini 3 Pro. Het toestel ziet er heel erg hetzelfde uit, maar heeft toch een paar kleine verschilletjes en zit daardoor net iets gepositioneerd onder de Mini 3 Pro. We gaan hem eventjes unboxen om te kijken wat erbij zit en wat er nou eigenlijk anders is aan dit toestel ten opzichte van de Mini 3 Pro. Nou, een van de grootste verschillen begint eigenlijk gelijk ook met de verpakking. En dat heeft namelijk te maken met de sets waarin dit toestel leverbaar is. De Mini 3 is alleen maar leverbaar in een Fly More Combo variant. En die kun je dan kiezen met de gewone remote of de uitgebreidere DJI RC. Maar er is dus geen versie meer met een los toestel en een losse Fly More kit. Het is altijd een combinatie met een Fly More pakket. Nou, de versie die we hier vandaag hebben is de versie met de DJI RC. Dus die vinden we hier als eerste bovenaan. Het is de welbekende DJI RC die natuurlijk ook al met de DJI Mini 3 Pro een tijdje wordt geleverd en inmiddels ook met enkele andere toestellen compatible is. We hebben hier aan de zijkant de Mini 3 zelf. Voor nu even aan de kant. Dan hebben we een klein zakje met wat accessoires. Dus hier zitten een paar kleine boekjes in. Quick Start Guide en dingen. Hier zit reserve schroevendraaiertje in. Hier zitten de USB-kabeltjes in voor het toestel op te laden en aan de computer te hangen. En daaronder vinden we dan de charging hub met de twee extra batterijen. En dan is het tasje leeg. En dan zitten we hier het standaard schoudertasje wat we kennen van DJI. Met schouderband eraan vast, die we ook al eerder bij de Mini 2 hebben gezien. Nou, qua remote is het dus eigenlijk hetzelfde als we van de Mini 3 Pro kennen. Je kan hem met twee varianten kopen, namelijk de DJI RC N1. Dat doen we zo. De RC N1 en de DJI RC. Beide twee hele fijne remotes en zeker de versie met het ingebouwde scherm is natuurlijk super makkelijk. Dat je niet meer los met je telefoon of iets dingen hoeft te doen. Maar beide varianten zijn beschikbaar. En beide remotes zijn dus ook uitwisselbaar tussen die twee toestellen. Als we dan naar de Mini 3 zelf gaan kijken, dan zien we op het eerste oog, deze ook even inklappen, zien we heel erg veel gelijkenissen. Het toestel ziet er heel erg hetzelfde uit, heeft dezelfde soort vorm. Dus wat dat betreft lijkt dit heel erg op elkaar. Maar je ziet toch ook wel wat verschilletjes. En een van de grootste verschilletjes, hier de gimbal lock nog even afhalen, zit aan de voorkant. En niet zozeer in de zin van de camera. Hier zitten folietjes nog op, dus dat lijkt wat anders. Maar boven de camera de sensoren. De Mini 3 Pro heeft vision sensoren aan de voorkant, hierboven voor naar de achterkant en ook aan de onderkant. En de gewone Mini 3, die heeft dat niet. Die heeft alleen maar twee koelgaten aan de voorkant, geen sensoren naar achter. En aan de onderkant heeft hij wel een beperkt aantal sensoren met de infraroodsensor, maar niet de dubbele 3D sensoren zoals we dat van de Mini 3 Pro gewend zijn. De camera is verder wel identiek, dus qua beeldkwaliteit, filmen en opnemen en dingen is het exact hetzelfde. Er is alleen wel een kleine kanttekening en dat is namelijk dat Active Track niet op de gewone Mini 3 zit en wel op de Mini 3 Pro. Voor Active Track is gewoon wat extra rekenkracht benodigd. Die zit in de Mini 3 Pro vanwege de obstakelsensoren, maar de gewone Mini 3 heeft daar dus te weinig rekenkracht voor en ondersteunt dat dus niet. De standaard quickshots, zoals de drone en de panorama en dingen, die zitten er wel in. Dus die functies heb je wel, alleen Active Track zit niet in de Mini 3. Nou, als we verder rond het toestel kijken, aan de achterkant is het eigenlijk hetzelfde. En ziet en voelt het hetzelfde als dat we gewend zijn van de Mini 3 Pro. Batterijen zijn ook exact hetzelfde, dus daar zit ook geen enkel verschil in. Waar wel nog een verschilletje in zit, zijn de pootjes. En dat valt eigenlijk op het moment dat we ze naast elkaar zetten. Als we de toestellen uitklappen en naast elkaar zetten, dan zul je zien dat de Mini 3 gewoon eigenlijk alleen op de onderkant staat. Dus zoals je hier ziet, zie je dat die eigenlijk hier alleen in het midden op pootjes staat. En dat de armen aan de zijkant helemaal vrij zijn, waar de gewone Mini 3, eigenlijk net als de Mini 2,
op de twee hoeken van de armen verlengde pootjes heeft, waar die op staat. En daardoor dus iets minder op de body staat. Hij staat op zich nog steeds wel aan de onderkant, zeker ook aan de achterkant natuurlijk, op de body. Maar die pootjes aan de zijkant is wel een verschil. En dat heeft ook te maken met de antennes en met het videosysteem wat in deze twee toestellen zit. Dat is het volgende grote verschil tussen de Mini 3 Pro en de gewone Mini 3. De Mini 3 Pro die draait op OcuSync 3 en de gewone Mini 3 die draait op OcuSync 2, wat ook in de Mini 2 zat. Op zich zal je daar met de dagelijkse praktijk niet een heel groot verschil in merken, maar de OcuSync 3 techniek is wel een wat nieuwere, verbeterde videotechniek en daardoor zul je in uiterste gevallen met de Mini 3 Pro toch een wat beter signaal en bereik hebben dan dat je dat met de gewone Mini 3 hebt. Dat vertaalt zich ook in die pootjes, want zo kwam ik erop, want dat heeft er namelijk mee te maken dat OcuSync 3 4 antennes heeft en bij de Mini 3 Pro in de lengte van de arm in alle vier de armen een antenne zit. En bij de gewone Mini 3 zit net als bij de Mini 2 de antennetjes hiervoor in deze pootjes. En daarom dus ook dat hij die pootjes heeft gekregen en dat dat een stukje verschil is. Nou, verder als je dus ook van bovenkant en dingen bekijkt, dan zijn die toestellen op de sensoren na, die hier aan de voor- en aan de bovenkant zitten, eigenlijk identiek. Als je ook naar de koelgaten en dingen aan de achterkant kijkt, knopjes en alles, is verder exact hetzelfde. Dus wat dat betreft is het heel erg hetzelfde toestel. Wat je wel nog ziet, is dat de vluchttijd van de gewone Mini 3 net iets langer is dan die van de Mini 3 Pro. De Mini 3 zit volgens de specs op maximaal 34 minuten, de Mini 3 Pro, waar de gewone Mini 3 naar de 38 minuten gaat. En waarschijnlijk heeft dat puur te maken met het feit dat die sensoren missen, die en een stukje gewicht besparen, maar ook dat stukje processing power waar we het eerder over hadden, wat je onder andere voor de Active Track ook nodig heeft. Die chip en de chip van OcuSync 3 gebruiken toch allemaal net even iets meer stroom. Ja, en omdat die niet zitten in de gewone Mini 3, scheelt dat ietsje stroom en daardoor heb je een iets langere vliegtijd. Maar dat is allemaal achter de komma natuurlijk, dus verwacht niet dat je er een kwartier langer mee vliegt, maar een klein stukje langere vliegtijd is ermee haalbaar. Grootste verschillen zijn dus dat je de sensoren mist, de iets andere videotechniek die erin zit, een stukje andere vliegtijd. En het feit dat je de gewone Mini 3 dus niet meer als los toestel kunt krijgen, maar altijd alleen in combinatie van een Flymore kit. En dan wel de keuze hebt uiteraard welke van deze twee remotes je daarbij kiest. Of dat je daar de RC N1 bij neemt, of dat je daar de DJI RC bij neemt. Ik hoop dat we je in deze video in ieder geval een eerste blik op deze Mavic 3 of Mini 3 hebben kunnen geven. En hebben kunnen laten zien wat een beetje de verschillen zijn tussen de Mini 3 en de Mini 3 Pro. En mocht je nou meer over de Mini 3 of Mini 3 Pro willen weten, of een van deze toestellen willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.